staan hier in Dilse Stockholm aan de Turbo Rotonde. En vandaag worden in het kader van MIA, Mobiliteit Innovatief Aanpakken, worden de drones ingezet om aan de hand van die dronebeelden te kijken hoe kunnen we toekomstgericht zorgen voor meer verkeersveiligheid. En we focussen hier vooral op een proactieve aanpak. We gaan niet wachten tot er ongevallen gebeurd zijn. Achter ons hangt hier een drone in de lucht op 70 meter boven de grond. En daarmee verzamelen we eigenlijk beelden van al het verkeer dat zich hier achter mij afspeelt op deze turborotonde. En daarin zijn we geïnteresseerd zowel in de kwetsbare weggebruiker, maar ook in het gemotoriseerde verkeer en vooral op de interactie tussen beiden.